Een heel oud spoortje. Ja. Oud spoortje. Van naar? Van Zutphen. Ja. Naar Gelsenkirchen. Vroeger voor de kolen. Dat is een flink ritje. Ja. En hoe lang geleden in ongebruik geraakt? Volgens mij in 1979. Zijn ze gestopt? Zijn ze gestopt. En toen is het overgenomen door Gelders Landschap en Natuurmonumenten. Kijk, gewoon, dat is echt puur natuurhistorie wat hier ligt. Ja, cultuurlandschap natuurlijk. Ja. Want ze hebben wel het grind uit de gaten hier gehaald. Ja, dus om de spoordijk te maken hebben ze het gewoon aan de zijkant weggehaald. Ja. En daarom is daar nu water. Ja, zo kun je het zeggen. Nou ja, vooruitziende blik zou je bijna zeggen. Ja, volgens we nu wel, want het is nu een heel mooi natuurgebied geworden. Ja. En jij loopt hier vaker, hè? Ja, ik tel hier libelles voor de Vlinderstichting. Heb ik een libellenroute. Dit voorjaar verscheen van de hand van Rob Lanjouw de nieuwe atlas van de libellen van de Oost-Achterhoek. Van de 71 soorten juffers en libellen die in Nederland leven, heeft Rob er 54 rond Winterswijk geteld en beschreven. De tengere pantserjuffer, de sierlijke witsnuitlibel en de Noordse glazenmaker. Ze kregen allemaal een plaats in dit fraaie standaardwerk. Ben jij libelloloog van huis uit? Nee, helemaal niet. Ik ben sinds 2005 begonnen met libelles. Ja. Omdat we libelles in de tuin hadden. En ik een camera had gekocht omdat mijn zoontje anderhalf was. Ik vind het een hele logische combinatie. Oh, je wou je zoon fotograferen? Ja, en toen zag je in de tuin. Ah, toen denk ik, laat het kind maar zitten, ik ga voor de libellen. Ja, daar komt het wel op neer. En toen ben ik daar langzaam ingerold sinds 2005. En nu is het zonnetje er. Het is eigenlijk te koud. En dan toch vliegen ze, want op bepaalde stukken is het warm genoeg. Ik zie wel heel veel kikkers, maar geen libellen. Ja, daarom. Oh, hier, ja. Wat is dit? Dat is een viervlek. Een viervlek? Ja. Vind je niet een hele charmante naam voor een libelle? Nee. Ja. Maar nu vliegen er opeens het zonnetje erdoor. En dan zie je komen er een paar. Ja. Het is eigenlijk nog een beetje vroeg in het seizoen. Dus vliegen een bepaald aantal. Ik denk hier een... Kijk, dat is een juffertje. Een juffertje. Hé. Hey. Ja. Wat is dat? Ik denk twee mannetjes die territorium vormen. Kijk, we hebben er drie nu. Ja. Mooi. Maar jij ziet van een afstand al meteen van een hoppakee viervlieg. Nee, nee, heeft met tijd van het jaar te maken. Deze zijn de grote, maakt het uit. Ja. En dat kijk, ze bruin zijn. Blauw. Ja. Wat is dat? Nou, ik denk een azuurjuffer. Mooi. En dan loop je rond zo'n ven. Ja. Hoe noem je het eigenlijk? Ja, een watertje. Ja, een ven. Ven. En dan tel je de libellen. Ja. Maar hoe doe je dat dan? Heb je een kladblokje bij je? Ja, ik heb een kladblok bij me en meestal gaat mijn zoon mee. En mijn zoon die schrijft het dan op. Die vindt dan dat roep leuk. Jij, koken je originally, watervlek, viervlek. En dan tjak. En dan schrijft hij dat op. Maar dan komt zo meteen diezelfde viervlek keihard die kant weer terug. Ja, dat klopt. Dat kan voorkomen. Maar Jan, je loopt met een bepaalde snelheid. Dus de waarschijnlijkheid dat het dezelfde is, wordt dan verminderd. Dus je loopt er eigenlijk redelijk snel langs. Tak. Ja, redelijk snel. En omdat je ook iedere keer jouw tempo er langs loopt, is de telling vergelijkbaar. Ja, dus of het gaat niet om de absolute aantallen. Nee, ik krijg niet voor elkaar. Zou je het allemaal weg moeten vangen? Ja, moet je eigenlijk gewoon meteen slaan. En je ziet als gewoon de zon even gaat schijnen, dan komen er ook meteen meer libelles die rondvliegen. Libellen, ja. Heb je het gevoel dat doordat je dat telt, dat je een bijdrage levert aan een betere natuur in Nederland? Nou, betere bijdrage natuurlijk niet, want ik loop met mijn voeten wel overal een beetje doorheen te stampen. Ja. Maar je krijgt wel een beter inzicht daardoor. En je hebt telroutes waar ze één soort tellen. Bijvoorbeeld hier achter Hoogveen glanslibel zou ik een keer tellen, heel bijzonder. Maar ik tel gewoon alle soorten, want dat één soort vind ik dan net niet boeiend genoeg. Nee, je moet gewoon alles weten eigenlijk. Ja. Heb jij het gevoel dat die kikkers het tegen ons hebben? Of? Denk het. Wordt steeds harder. Ja, wordt ook steeds harder.